coming back earlier. What the fuck? Ik heb lekker mijn camera terug. Ik heb lekker mijn camera terug. Nee, 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 nee. Oké, ik deed per ongeluk mijn microfoon aan tijdens mijn victory dance. Maar goed, waar de fuck ben ik? Ja, ik ben in de school, in die nachtmerrie, dat weet ik. Maar waar in de school? Dit is geen klaslokaal in ieder geval. Oeh, die boom ziet er wel mooi uit. En wat de fuck bedoelt Blake met I keep getting back earlier? Volgens mij is dit een cafetaria of een kantine. Cola? Eigenlijk heb ik meer trek in een lekker koud biertje. Zo eentje waarvan die condensdruppels nog aan de buitenkant van een flesje zitten en zo. Zo eentje. En dan de liefst van Hertog Jan. Maar ja. Waarschijnlijk verkopen ze die hier niet, dus doe dan maar cola, hè. Hup, pleur je kwartje erin, Blake. Gaat zeker niet, hè. Of je hebt geen kwartje bij je, dat kan ook. Echt, man, ik had zo hard dat ding op de kant gepleurd en net zo lang body slams op gedaan totdat er zo'n blikje uitrolde, man. Maar goed. Dus, what the fuck is dit? Weer galgje shit. Don't let me go. Do not let me go, zal het wel zijn, geloof ik. Ja, dit is inderdaad een kantine, want hier zo, dit is het menu en zo. Wat je allemaal kan bestellen. De woensdag, swim meet. Swim meet? Dat zal wel vis zijn en zo. En donderdag beef stroganoff met salade. En vrijdag taco's en burrito's met mayonaise. Nou, dat is op zich wel, dat is lekker voor bij de film en zo. En woensdag gegrilde honing. Oh, gegrilde, geroosterde kip met honing, mosterdsaus en aardappelen. Oh, dat is echt wel fucking lekker. Dat vind ik echt zo, echt mega lekker. Maandag lasagne en salade. Oké. Okay. Oké, dan. Nou, die dinsdag dan, die gegrilde kip met honing mosterd. Ik kom je zeker weten dat ik er ben. Dinsdag. What the fuck? Is dinsdag niet goed? Heb je een probleem met dinsdag, school? En dan kom ik toch op woensdag voor die vis, man. Fuck you. En what the fuck liep hier net? Dat was niet Jessica dit keer wat aan het wegrennen was. Dat daar. Dit trappetje. Dit, volgens mij is dit het deel waar ik de vorige nacht bij die uitklom in het plafond en zo. En hier zo op die muur daarachter, daar zou dan dat in het grote galgje moeten zijn gekrast met Jessica written al over de wal en zo. Maar dat staat er nu niet. Misschien is dat wat. Wat Blake bedoelt met I keep getting back earlier. Nu in deze tijdlijn staat dat er nog niet. Maar dit is wel het gedeelte van de vorige nachtmerrie. Deze locker, daar kwam ik uit. En hier begon toen de vorige nachtmerrie. Want die klok, daar staan geen wijzers op. Zie je, dit is precies dezelfde gang. Hier staan wel wijzers op. En het is bijna 11:30. In de vorige nachtmerrie was het 11:45. Dus het is inderdaad wel. Het is nu 20 minuten vroeger dan in de vorige nachtmerrie. Dat zal er wel waarschijnlijk betekenen waarom dat nog niet op de muur is gekrast en zo. Maar goed, we zitten dus in hetzelfde deel van de school als in de vorige nachtmerrie. In de vorige nachtmerrie toen rende Jessica deze kant op. En alleen deze deur was nog niet open toen. Dit is allemaal nieuw. Er ligt wel weer wat op het tafeltje. Nog meer galgje shit. Suffer the child. Suffer the child.
Nee, suffer the children moet het zijn. Outlast 2, je mag die galgje puzzels wel wat moeilijker maken voor me hoor. En de vorige keer toen ging ik daar kijken, die deur zat toen dicht met die epilepsiekamer. Maar ik zal, nu zal het wel open zijn denk ik. Ja, kijk, nu kan ik er wel in. Doe normaal Outlast 2. Ik schiet hem al vierkant 80.000 euro. Kan ik verder nog iets oprapen in deze epilepsiekamer? Nee, ik kan verder niks oprapen. Ik mocht alleen even ooggetuige zijn van die freakshow en that's it. Hij heeft het wel opgenomen. How the fuck do I get out of here? Oh, ik ben nog meer dingen die ik nog kan moet bekijken en zo. Ik heb het wel echt fucking goed gedaan de laatste paar afleveringen om alles te vinden. Fucking nice. Dit heb ik nog niet bekeken. Zo'n briefje wat ik had gevonden eerder en zo, in zo'n soort van hut. Ik snap er geen fuck van wat er staat, maar volgens mij is dit wel een bevestiging dat die Laird, die op de rug zit van die Nick, dat die mensen met al die galbulten en zo, dat ze hem een beetje zien als hun leider, denk ik. En dit is een opname uit de vorige nachtmerrie. Ja, dat is allemaal static shit, dat had ik wel kunnen verwachten. En dit, zoals van net. En dat is ook allemaal static shit, dat had ik ook kunnen verwachten. Bleek, je moet echt kappen met dat recorden midden in die nachtmerrie, want ik weet dat het allemaal ongeloofwaardig uitziet, maar het is allemaal fake. Hier waren we ook geweest in de vorige nachtmerrie. Dat is dat personeelstoilet en zo, met die diarree erin. En hier zo, al die deuren staan allemaal nog gewoon open en zo, waar we de vorige keer in waren geweest. Maar de loot is wel allemaal weg, dat is kut. Echt, als ik dat geweten had en zo, dat ik alles kwijt zou raken, dan had ik het gewoon laten liggen en dan had ik het in deze nachtmerrie gewoon allemaal geloot, maar fuck sake, we zijn dus bij deze gewoon alles kwijt. Dat is niet eerlijk, Outlast 2, dat ik gewoon mijn loot allemaal kwijt ben. Gewoon 8 batterijen, gewoon baf weg. Dit is die kamer met die, waar ik die mail had gelezen, met die Doom screensaver. Doom-achtige screensaver, ja, inderdaad. Ik kan dit keer niet met die computer interacten, by the way. En ik hoor een telefoon. Is dat een phone? Ja, dat is een telefoon. Dat had ik net gezegd. Holy shit, is dat Zoe van Resident Evil 7? Dat zal wat zijn zeg, als Zoe van Resident Evil 7 voor ons ook in deze game gaat stalken, man. Alleen in die kamer brandt licht. Dus ik denk dat daar dan die... Ik denk dat daar dan die telefoon afgaat. Dus dat ga ik daar gewoon. Wat? Wat? What the fuck? What the fuck was dat? Voor freak. Flikker op man. Outlast 2, ik ben klaar voor dit soort shit. Holy shit. Ren. Fuck! Hij is fucking snel! What the fuck was dat, man? Outlast 2, wil je me dood hebben of zo, man? Jingle bell, welkom in de hel. Word wakker bleek, voor fuck's sake, zeg ik dankjewel. Nee, ga je nog niet wakker worden? Als je niet wakker wordt, bereid je dan voor op de ergste nachtmerrie van je leven. Want dit is geen gezonde shit, man. Dit is geen gezonde droom.
Fuck. We zullen er toch langs moeten. Die telefoon die rinkelt nog steeds. Hier, die kamer daar waar licht vandaan komt, daar is waarschijnlijk de telefoon die rinkelt. En daar zit ook dat gedrocht in. Als we daar zo in de buurt komen, dan zit dat gedrocht erin en die vreet ons meteen op. Ik weet niet wat de fuck het is. Die motherfucker is weg. Ik gooi deze ding deur fucking dicht, dikke lul. Telefoon. Met King! Hello? Hello? Oh, thank God you're alive. I need you to stay calm. We're going to get you help. We'll get you out of there. I want you to find a place to hide. Someplace safe where you can remember the taste of her kiss when you felt her neck break, you diseased cocksucker. You picked your butt. What? What? Fuck! Fuck's sake, man. En echt, hij was ook aan het zeven midden in deze nachtmerrie. Blake, vind je het niet tijd om gewoon eens wakker te worden, man? Even serieus. Ik werd gewoon afgelebberd door de telefoon. Echt, zelfs de telefoon vindt ons sexy. Nou, dan rijst ons sex appeal wel naar een level echt veel te hoog voor deze Fuck. Wat is... Wie slaat die deur in mijn bek dicht? Iemand slaat. Al die deuren zitten hier dicht. Deze deur zit ook dicht. Deze droom is gestoord. Ik denk dat het geen zin heeft om al die deuren te voelen. Dus. Ren, Blik! Ren! Voor je leven! Fuck! Ren voor je leven! Nee! Wat? Wat is dat voor een ding? Hij teleporteerde gewoon ineens voor me en... Ik was... Oké, Ries, geen fouten meer maken. Wij kunnen dit. Ik ben nou vaak genoeg dood gegaan. Nou kan je de tiers krijgen. Ah, ik span daar in personeelstoilet. Is dat de conciërge dan als die spant in personeelstoilet? Ja, daar is die motherfucker. Oké, ren. Ren. Niet die kant op, dat loopt dood. Ik ga gewoon deze kant op. He's coming! Stel. Hij is aan het zeven. Waar ben ik? Ben je eindelijk wakker geworden? Lumberjack, jas. Ben je wakker geworden, Blake? Ben ik weer in de echte wereld? Ja, inderdaad. Doe slowly open. Oh. Ik vind die nachtmerries van jou niet meer leuk, Bleek. Je had ook echt 10 seconden later wakker hoeven worden en je was eigenlijk gewoon niet wakker geworden. Want dan had die gewoon gereed in die lokken waar je in wilde verstoppen voor die motherfucker. Wat is dat voor monster, man? En waar de fuck ben ik? Er ligt hier een fucking ranzig bed. Set us free. Maar het kan me geen flikker schelen dat het bed helemaal ranzig is en zo. Ik ga er gewoon in liggen. En ik ga er gewoon even in maffen. Want... Man. Ik durf dit spel niet meer te spelen. Wel trusten, mensen.